Ja, nu wel. Kijk maar. Lampje, groen. Hoi. Hoi. Dan zijn we een nieuwe Simon 6 met Martin 6 erbij. Pam. Martin heeft... Nee, Martin heeft niks. Ik wil het helemaal niet hebben over wat Martin heeft. Ik wil het hebben over Assassin's Creed Unity. Ja. Want het is een ding, man. Het is een ding, ja. Ik zal even wat context geven. Ik ben, denk ik, een van de grotere Assassin's Creed fans op aarde. Ben je echt een fan? Ja, ik ben echt een fan. Of ben je gewoon een speler? Een gamer? Ja, een gamer die houdt van Assassin's Creed en houdt van de serie, man. En ja. Ik vind ook... het ding is nu natuurlijk, de Assassin's Creed Unity licenties zijn uit. Ja. En mensen zijn overwegend niet zo enthousiast als dat ik gehoopt had. En ik denk dat het ook het laagst scorende deel uit de Assassin's Creed serie ooit is. Ja. Hij zit onder de 8 of zo gemiddeld. Op Inside Gamer gaf onze Lars een 7. En het is gewoon, ik ben aan de ene kant ben ik er een soort van bang voor. En aan de andere kant denk ik van ja. Weet je, dus kijk, deze game, iedereen schrijft over de bugs en over de glitches. En hij is onspeelbaar, noem het dan maar op. En er zitten microtransacties in wat kansloos is, bla bla bla. Als deze game een verhaal heeft wat net zo goed is als Assassin's Creed 3, dan speel ik hem nog wel op 1 frame per seconde. Maar als bug. Heb je hem al opgestart? Überhaupt? Nee, dat is dus het ding. En dat heb ik expres niet gedaan, want jij belde mij vorige week. Jij zei, wil je Assassin's Creed Unity recenseren? Maar ik heb nog andere games liggen. En ik dacht van, nee, ik wil de tijd nemen voor de Assassin's. Ik speel het ook altijd, zeg maar, ik haal het 100%. Ja. Alle kistjes, alle dingen, weet je, Black Flag, noem het dan maar op. Alleen, mijn ding is een beetje, ik vind bijvoorbeeld het derde deel vind ik allerbeste. En er is bijna niemand die dat ook vindt, maar ik vond dat... Na het derde deel is het verhaal ook afgelopen. Van ja, maar dat is dus het hele ding, waar we het ook al van vanmiddag. Ja. Wat ik wel het idee heb, van Black Flag, daar was ik eerst... Ik heb die toen gerecenseerd vorig jaar. Toen heb ik die ook een 7,6 of zo gegeven, geloof ik, in de Chief. Ja. Toen was ik heel laag. Andere mensen hadden hem toen juist heel hoog gemaakt. Of heel hoog gegeven. En ik baalde bij Black Flag dat het verhaal was niet meer... Zeg maar de Templars en de Assassins echt zo tegenover elkaar. En dat fucking insane ook in deze tijd was. Mm-hmm. Het was gewoon een piratenverhaal. Ja. Het is leuk en aardig. Ja. Maar Assassin's Creed 3 en 1 en 2 en Revelations en Brotherhood, noem maar op. Die vertelden met z'n allen soort één overkoepelend verhaal. Ja. Waardoor ik fan ben geworden van die serie. En dat ik, waardoor ik die games echt allemaal fantastisch vind. Maar 3 sloot het verhaal af. Ja. Je kunt lang verhaal kort maken voor me. Maar 3 was gewoon het einde. Klaar, ja, pam. En Black Flag begon overnieuw, maar het was een soort van bijna spin-off. Daarom heet hij ook Black Flag. Opnieuw. Ja, opnieuw, ook goed. In Brabant is het gewoon overnieuw, maakt niet uit. Net als dat je, hoe laat rij je aan? Dat is niet dat iemand aanrijdt. Dus gewoon laat je jullie eten daar ook hele rare patat. Wat was Supertje nou? Oorlog met uitjes. Supertje Oorlog met uitjes. Heb ik nooit van gehoord. Onder de friet. Daar ligt friet op en daar de saus op. Het is episch. Toen ik in Enschede woonde, toen moest ik dus alle frietenten langs om te kijken welke het beste was. Ja. En heb ik daar ook, zeg maar, geïntroduceerd het supertje. Het supertje? Ja. En ik heb ook in Groningen gewoond. En toen kwam ik de eerste dag als broekje daar de friet aan binnen. Mag ik één supertje oorlog? En al die boeren daar begonnen keihard te lachen. Kennen ze niet? Nee, maar het was wel de beste frietent van Nederland daar. Piet van Friet. Ah. Nee, Friet van Piet heet die, denk ik. Zo heet ze allemaal, toch? Nee, maar deze guy was letterlijk de beste frietent van Nederland, volgens mij. En die heeft nu ook het supertje. Ik denk niet dat hij hem op zijn bord heeft staan, maar ik ging wel het uitleggen wat het was. Maar die had wel echt zulke insane lekkere friet. Okay. Daarom was hij denk ik ook de beste van Nederland. Maar weet je wat het rijdt op friet? Unity. Nee, Assassin's Creed. Oh ja, Assassin's Creed, daar hadden we het over inderdaad. Ja, en ik aan de ene kant ben ik dus bang dat ik denk van fuck, de game krijgt iets laag cijfers. Iedereen zegt bugs, wat zegt er nog meer? Bugs, frame rate problemen. Ja, dat is het ding. Ik lees het niet, kijk, voor mij, iedereen speelt Assassin's Creed waarschijnlijk om verschillende redenen. Ja. Ik, verhaal. Ja. That's it. Ik wil gewoon een fucking nu is dat totaal niet boeiend. En wat ik heb het hele weekend zitten spelen. Ja, wat vind jij ervan? Doe eens even een zak in het duitje. Ja, ik doe normaal geen recensies, maar ik heb wel een mening over deze. Ik was... De mening, dat is altijd mooi. Dat is altijd mooi. Ik kreeg deze game vrijdag. Ik start hem vrijdagavond op. Ja. Toen schrok ik al een beetje. Er ontplofte iets. Nee, er ontplofte niet, maar ik had er... Misschien waren mijn verwachtingen iets te hoog. Ja. Ik heb hem toen nog bijna de hele zaterdag gespeeld, gedeeld op zondag. Ik heb hem nog niet uitgespeeld. Maar ik kwam maandag op kantoor. Want ik was een beetje om me heen aan het kijken. Van, zie ik blije mensen? Zie ik vrolijke mensen? Ja. En er ontstond een discussie over... Met wie? Waar heb je het over? Even nemen. Gewoon met op de redactie. Op de redactie. Ja. Mensen op kantoor. Want ik kom daar aan. Ik zeg zo van, ik heb dit weekend Assassin's Creed gespeeld. En ik vond hem tegenvallen. Ja. En er werd mij gevraagd, waarom dan? Er zijn heel veel technische problemen. Heel veel framerate issues. De laadtijden zijn godsgruwelijk lang. Ja. Dan heb je dus, serieus, we hebben het zitten tellen ook. Je bent 45 seconden aan het laden.
ga je naar een video. Ja. Video af. De video duurt 20 seconden. Gaat er weer 45 seconden laden voordat je terug bent in de gameplay. Dat is lang. Dat is heel lang. En hetzelfde is ook, je hebt een fast travel functie in die game zitten. Is die zo fast? Die is tergend. Je kan het sneller op de fiets doen, denk ik. In real life. Assassin's fiets. Ja, Assassin's fiets. Van Parijs naar Versailles fietsen. Ja. Dat is serieus sneller. Want ik, maar niet echt letterlijk, toch? Bijna wel. Oh, oké. Ja. Het is echt episch lang duurder. Maar ook die framerate problemen maken echt gewoon de gameplay kapot. Dan ben je dus aan het rennen door die stad. Je wordt achterna gezeten door beveiligers. Die willen jou tegenhouden. En dan kakt de framerate zo erg in elkaar dat je soms freeze helemaal. En dan loopt hij weer. En dan zit je ineens op een hek. Want dat heb je met die vrienden. Maar heb je dan niet gewoon een hek uitgevoerd? Ben je niet gehackt? Nee, ik ben niet gehackt. Oh. Maar gewoon door die framerate technische problemen. Ja. Kom je ineens op punten in die game waar je niet wil zitten. En dan word je dus gekild door de enemies. Het is niet leuk om te horen allemaal. Nee, maar... Je zegt van hij is fucking... Ik moet spelen, ik ga wachten. Maar als je dus midden in zo'n assassination zit. Ja. Moet je voorbereiden. Je moet een gast vermoorden. Daarna moet je vluchten. Ja. Nou, als je dat er voorbereidt, ben je 10 minuten mee bezig. Een kwartiertje. Ja. Gast vermoorden, 5 minuten. Goeie manier, toch? Ja. 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 Ben je een kwartier, 20 minuten bezig in de game. Daarna moet je alleen maar hoef je alleen maar te vluchten. Ja. Moet makkelijk zijn, maar gameplay, door de technische problemen word je gewoon genakt. En dan moet je weer alles opnieuw gaan spelen. Dat is toch kut? Ja, maar ik wilde niet geloven. Ja, maar het is... Ik wil gewoon dat de hele wereld ligt en dat ik daar kan spelen en dat het de beste sessies is. Weet je wat het is? Ik zat hier echt naar uit te kijken ook, en nog steeds. Maar denk je dat ze nog... Is het zo van, nou, ze helpen het, volgende week patchen. Nou, er is dus al een day one patch overheen gegaan. Ik propte die game in mijn PlayStation. Oh, en toen was de day one er al. Toen was de day one patch er al. Die heb ik er overheen gegooid. Ik heb daarna nog een. Ik heb hem eerst gespeeld op de PlayStation 4. Ja. Daarna heb ik hem nog gespeeld op de Xbox One. Ja. Precies dezelfde problemen. Dat is best een naadje. Ja. Maar denk je dat ze nog kan verhelpen? Dat is de vraag eigenlijk. Ik denk dat het bijna niet meer mogelijk is. Maar hoezo niet? Je kunt ook framerate verhelpen of zo? Ja, framerate kan je verhelpen. Maar er gebeuren echt bizarre dingen in die game. Echt. Ja, maar over drie zei weet je wat het is? Over drie zei iedereen ook van, oh, het zit zoveel met bugs en glitches. En dacht van, ja, kut, ik loop ze ook altijd live, maar niks storends. Maar goed, die shit die jij zegt wel heftig. Nou, anyways. Ja, maar dat is wat ik meegemaakt. Dat was mijn ervaring. Ja. Voor mij maakte dat... maar je leest het overal. Dat is een beetje het ding. Ja. Weet je, het is ondanks alle negatieve verhalen, ik blijf als fan van de serie nog hoop houden tot ik hem zelf ga spelen. Dat ga ik zeker, denk ik... Ja, je moet hem ook zeker gaan spelen. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Want, maar ik wilde juist even wachten, man, tot een beetje de storm was gaan liggen. En dat ik dan rustig op mijn gemakje. Nee, ik vind dat je hem nu gaat... Ik heb hem voor je meegenomen. Je moet hem gaan spelen. Ik wilde hem wel spelen, maar ik wil nog even wachten tot iedereen een beetje over uitgeraasd is. Zodat het een beetje mijn Assassin's Creed ervaring wordt. Omdat jullie allemaal klaar zijn met zeiken, dan ga ik zo gruwelijk genieten. Want als jullie allemaal uit die spelwereld gaan, dan gaat die frame erop weer relaxed. Misschien wel, je weet het niet. Ondanks alle verhalen, ik heb er echt zin in. Is dat raar? Ondanks al jullie verhalen? Nee, maar ik geloof wel dat ik er zin heb. En ik wil hier ook niet alleen maar zeiken, want die wereld van Parijs is echt... Die is echt mooi. Als je voor het eerst bij die Notre Dame bent, je loopt er naar binnen, je kijkt er rond en alles is goud. En je hebt echt het idee dat je er bent. En er is best wel veel over detail ook. Want als je gewoon loopt door die stad... Ja, is de game gewoon kut. Dan kun je er 100 mooie Notre Dame in zetten natuurlijk. Ja, maar ja, je kan er wel echt van genieten ook. Als je gewoon rond loopt in die game, je kijkt links om je heen en zie je hele mooie dingen. Kijk je rechts en dan zie je weer hele mooie dingen. Er zit heel veel, vooral in Versailles, het ziet er echt prachtig mooi uit. Ik dacht dat het alleen Parijs was. Nee, er zitten meerdere gebieden in die game. Oh, nice. En Versailles ligt vlakbij Parijs. Ja. Dus daar kan je ook nog heen. Het ziet er werkelijk prachtig mooi uit. En die co-op, die is fantastisch. Die is echt geniaal. Ja, dat ga ik niet doen. Ja, dat moet je doen. Dat is echt heel tof. Als je dan samen heist kan doen. Ja. Dat is echt heel tof. Ik speel die multiplayer en die andere 6 die delen ook nog meer. Ja, maar dit is dan niet... dit is geen multiplayer er ook in. Maar als je echt co-op samen... samen zo'n missie induikt, maar dat is echt gruwelijk. Desniettemin, voor mij enige belangrijke, allerbelangrijkste is die verhaallijn. Die moet episch zijn. Ja. Die moet te maken hebben met iets in 2014. Nou, die pakte mij niet, die verhaallijn. Ik ga het zien. Ik ga jullie op de hoogte houden. Ja, doe dat. Ik blijf hopen. Misschien ga ik me nooit spelen. Jawel, ik ga hem wel spelen, maar ik ga hem wel uitstellen. Oké. Okay. Zodat ik nog lang kan genieten. Ik ben serieus heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Oké, jullie gaan het horen. Okay. Zet jij hem af? Je weet hoe het werkt.